Goedemiddag iedereen. Mijn naam is Sven van Uitvangen en ik ben medeoprichter van Paleontologica Belgica. Dat is een wetenschappelijke onderzoeksorganisatie die zich actief inzet voor promotie, ondersteuning, popularisatie en bescherming van Belgische paleontologie. En paleontologie mag je gerust interpreteren in de ruimste zin van het woord. Nu, met die laatste woorden indachtig kom ik iets vertellen over prepareren en lijmen met twee componentenlijmen. Het is eerder een lessons learned dan een how-to video, want een ezel stoot zich immers geen tweemaal aan dezelfde steen of, in dit geval, aan een prachtig bewaarde racofitonraschis uit het Belgisch Fameniaan. Gezien mijn fascinatie voor vroegvasculaire planten volgt, bij wijze van introductie, een laagdrempelig praatje zonder al te veel gekke woorden, een korte situatieschets en beknopte kennismaking met de plant en zijn geologie. Ik onderstreep laagdrempelig, want wil je meer weten, contacteer mijzelf of Paleontologica Belgica en wij beantwoorden graag jouw vragen. Nu, ik neem jullie mee naar het Fameniaan, of Famenien voor onze Nederlandse vrienden: het bovenste deel van het Belgisch Devon, tussen ongeveer 372 en 358 miljoen jaar geleden. Op de foto is een deel van een ontsluiting in de legendarische De Bokgroeven te zien. De laag die ons voornamelijk interesseert is de Cine-formatie. Daarin zitten, wanneer we geluk hebben, vaak mooie samenspoelingen van plantmateriaal. En gelukkig voor ons dagzoomt die formatie daar. Even heel kort over de plant zelf: De Racophytales zijn een uitgestorven groep planten uit het Devon. Het was. François Crépin, die in 1875 de plant zijn naam gaf: Racophytum chondrusorum. De soortnaam, chondrusorum, is afgeleid van de streek de Condros in België, waar de eerste fossielen van deze plant gevonden zijn. Stokmans gaf een uitgebreidere beschrijving van de soort in 1948 en Schulka gaf, 30 jaar later, in 1978, een gewijzigde beschrijving. De plant kon een hoogte van ongeveer 1 meter bereiken. De stam stond rechtop en had een doorsnede van maximaal 2 centimeter. De zijtakken zaten in twee rijen aan de stam, maar waren direct aan de voet vorkvormig of dichotoom vertakt. Daardoor lijkt het alsof ze in vier rijen staan. Deze zijtakken dragen zelfs weer zijtakjes. En aan deze zijtakjes zitten van de tweede orde, blaadjes in de vorm van zijtakjes, die alweer dichotoom vertakt zijn. De laatste, heel fijne takjes, zijn vaak haakvormig gekromd. Aan de sterk verdikte voet van de zijtakken zaten vaak aanhangsels die erg lijken op de echte blaadjes, maar ook hier, deze zijn driedimensionaal vertakt. In feite is Racophytum condrusorum amper vergelijkbaar met moderne planten, waarbij begrippen als stam, eh, zijtak en blad duidelijk gedefinieerd kunnen worden. We mogen ook niet vergeten dat planten zo goed als altijd fragmentarisch gevonden worden, en dat is zeker zo voor de planten uit het tyfoon. Dan terug naar het preppen nu. Helaas, door het transport, was de steen diaklaas gebroken in vier ferm uit de kluiten gewassen telen. Diaklaas, dat is een breuk waarbij de twee zijden alleen uit elkaar bewegen. Dat heet diaklaas of joint. En ondanks de duidelijke breuklijnen moet er altijd een dwarsligger zijn. En neem dit in dit geval maar letterlijk. Om gewicht en druk op het stuk te verliezen, gaan we op zoek naar de breuklijn en hameren we voorzichtig. Om het overschot te controleren op mogelijke fossielen en of verrassingen, schroomde ik een beetje noeste kinderarbeid niet. Ik ben immers Belg. En tijdens het hele proces barstte de steen nog enkele malen, en toen, toen waren ze met zes. En dan begint het puzzel- en lijmwerk. Een twee lijm is een lijm die bestaat uit twee componenten: een lijmbasis en een verharder. Meestal op basis van epoxy, waarbij in dat geval epoxyhaars of epoxylijm de bekendste toepassingen zijn. In de verpakking zijn deze twee componenten in aparte tubes verpakt. Met een spatel of via een automatisch systeem moeten deze componenten vermengd worden, waarna de lijm snel moet worden aangebracht zodat deze kan uitharden. Twee componentenlijmen zijn over het algemeen zeer sterk en kunnen een brede waaier aan materialen aan elkaar bevestigen, waaronder ook. En zeker steen in zijn breedste vorm. Het gebruik van mobilith emulsies of thermoplastische hars zoals Paraloid is totaal nutteloos te gebruiken op fossiele planten in harde zandstenen. Meer nog, het je stuk ermee om zeep. Of toch minder bruikbaar. Maar waarom? Ten eerste zorgt het ervoor dat alle details verdwijnen, zeker bij de gevoelige plantjes. Als ook... Het wordt door die litologieën niet opgenomen, dus de algemene fysische eigenschappen van het gesteente. En als laatste puntje geef ik nog graag mee dat dat erg veel reflecties geeft als je er nadien een foto wil van nemen om de stukken te documenteren. Persoonlijk blijf ik van van strijk en zonlicht, onder de juiste hoek. Wat leerde ik bij het gebruik van twee componentenlijn? Wel, veel is nodig, maar te veel is onomkeerbaar. Bij overmatig gebruik en te dicht bij de rand smeren kan de lijm als consistent geheel komen piepen tussen de raakvlakken. De boodschap is laten drogen en later met een dremel de schade proberen beperken. Verder is het belangrijk, zo niet belangrijker, om de achterzijde van het stuk te fixeren, zeker bij een gewichtige matrix zoals deze. Voor sommige industriële twee-componentenlijmen bestaan er netjes die over de lijm kan gespannen worden om zo voor extra versteviging te zorgen. Ik had deze niet en heb de artiest in mij zijn werk moeten laten doen. Na het drogen volgde het grotere precisiewerk, opkuisen van de matrix en voorzichtig wegschrapen van stukjes steen, het zogenaamde chippen. En het heel voorzichtig borstelen om overgebleven scherpe restjes te verwijderen. Deze zouden het fragile fossiel immers kunnen beschadigen. Om dan in een laatste fase het geheel te kunnen aanschouwen. Als allerlaatste tip kan ik meegeven dat het loont om tijd te investeren in het schematisch uittekenen van het fossiel en de matrix. Enerzijds om het puzzelwerk tijdens het preppen makkelijker te maken en anderzijds om het fossiel te bestuderen. Zoveel zaken dat deze tekening over de plant en de tafonomie kunnen vertellen. Maar dat is voer voor een andere keer. Dank u wel.